Als je ooit een Instagram of een Snapchat filter hebt gebruikt, heb je al een beetje geproefd van digitale mode. Maar digitale mode gaat nog veel verder dan die filters. Hoe ver? Dat zie je in deze video. Hey, ik ben Otis, cultuurvlogger voor Shot of Culture. En ik ben bij het Design Museum Den Bosch, waar ze aan de hand van design maatschappelijke thema's uitdiepen. Per jaar hebben ze zo'n 8 à 10 tentoonstellingen. En die worden aangevuld met programma's voor jeugd en lezingen. En bovenop die tentoonstellingen hebben ze ook nog de derde verdieping. En dat is niet de derde verdieping om dit gebouw, maar dat is een online plek waar ze die thema's nog verder verdiepen. Vandaag neem ik jullie mee langs de tentoonstelling Screenwear, waar je eigenlijk kleding ziet voor jouw online identiteit en ook je online avatar. Dus kom maar mee, dan laat ik je 5 werken zien. Wanneer je deze spannende, door schermen belichte expo binnenkomt lopen, word je begroet door Shudu, deze knappe jonge dame. Zij is super beroemd op Instagram en heeft al model gestaan voor verschillende grote modehuizen. Maar de grap met Shudu is dat ze helemaal niet echt bestaat. Ze is een 3D-model, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat roept natuurlijk allemaal ethische vragen op. Haar kunstenaar die heeft namelijk een tijdje mensen voor de gek gehouden, omdat mensen nog niet door hadden dat ze niet echt bestond. Ze haalt opdrachten binnen die andere modellen niet krijgen. Is dat eerlijk? En ten derde is ze dus te koop. Ja, het Design Museum Den Bosch heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ze hebben haar namelijk aangekocht voor hun collectie. En daarbij hebben ze haar aangevuld met werk uit hun eigen collectie, wat gedigitaliseerd is. Dat is die mooie gouden ketting om haar nek. Ik zelf vind het best wel cool dat we vergezeld kunnen worden door deze digitale mensen, maar het is natuurlijk ook wel een beetje eng. Ja, een van de eerste vragen die je misschien hebt als het gaat om digital fashion is, hoe doe je dat dan aan? Nou, er zijn eigenlijk 3 manieren voor. De eerste is digital tailoring. Dan stuur je een foto van jezelf op naar een modeontwerper en die boetseert in 3D daar een kledingstuk om jouw lichaam heen. De tweede manier is via filters, dus bijvoorbeeld op Instagram of Snapchat, waar je gewoon de camera voor jezelf houdt en dan projecteert die app bijvoorbeeld een masker of een kledingstuk over jou heen. En in de derde manier draag je zelf die kleding eigenlijk helemaal niet, maar daar koop je het voor je avatar in bijvoorbeeld de metaverse of in Second Life. En een goed voorbeeld van die laatste manier is het modehuis Ouroboros. Met hun biomimicry-collectie stonden ze als eerste op de agenda van de London Fashion Week. Daarmee deden ze veel stof opwaaien en lieten ze zien dat er ook voor dure mode een plek is in de digitale wereld. Ja, die digital fashion zet de mode-industrie dus wel echt op zijn kop. En dat nodigt ook uit tot reflectie. En die reflectie probeerden de kunstenaars van dit werk, Elisabetha Feddermesser en Carl Reetman, nog verder uit te diepen. Zij maakten eigenlijk een soort parodie op de it-bag. En een it-bag, dat zijn die tassen van die grote merken die je moet hebben. Elk jaar is er wel een nieuwe it-bag. Aan de hand van foto's en andere data van de it-bags van afgelopen jaren proberen zij de it-bag van het volgende seizoen te voorspellen. En zoals je ziet komen daar best wel grappige ontwerpen uit. Die in eerste instantie een beetje gek lijken, maar als je even kijkt naar de tassen die echt gekocht worden, eigenlijk helemaal niet zo gek zijn. Nou, waar veel werken in deze zaal een soort toekomstig science fiction beeld laten zien, waar we dingen uit onze wangen groeien, materialen dragen die we helemaal niet kunnen maken, kan het ook anders. Studio PMS heeft hier een jurk uit 1892 gedigitaliseerd. En waarom hebben ze dat gedaan? Nou, die jurk die is zo oud en die is van zo'n fijn zijde gemaakt, dat als je die ook maar een beetje zou bewegen, dat die in 1000 stukjes zou breken. We kunnen dus niet meer zien hoe die jurk echt staat, hoe die beweegt, al dat soort dingen. En door hem te digitaliseren kunnen we dat dus wel weer doen. Dus digital fashion gaat niet alleen maar over de toekomst. Nu loop ik naar het werk van Steffi Fung. En dat is eigenlijk geen werk, maar gewoon een demonstratie van wat zij doet. Die digital fashion is namelijk niet alleen maar nieuwe modellen, nieuwe kleding, nieuwe kleuren, nieuwe materialen. Maar het vraagt ook om nieuwe manieren van leren. Zo zijn de meeste mensen die bezig zijn in de digital fashion eigenlijk autodidact. Die hebben het zichzelf geleerd. Of eigenlijk beter gezegd, ze hebben het elkaar geleerd. Vooral via internet, via YouTube, maar dus ook via Twitch. Dat is een livestreaming platform. En Steffi Fung, die is elke donderdagavond gaat zij live en dan gaat ze gewoon aan het werk. Dan laat ze zien wat ze al kan, maar ze maakt ook fouten, waardoor andere mensen samen met haar kunnen leren. Ik vind het persoonlijk heel vet, want YouTube tutorials kijken is eigenlijk een soort hobby van mij. Vraag me niet waarom. Maar die zijn dus ook echt belangrijk voor de ontwikkeling van screenwear. Nou, zoals je ziet heb ik de wereld van schermen achter me gelaten en ingerad voor een park. Ik moest helaas gaan, maar ik ben wel heel blij dat ik jullie deze 5 werken heb kunnen laten zien. Ik heb het werk even kunnen laten bezinken en wat ik eigenlijk super vet vond aan de tentoonstelling. Ik verwachtte vooral Instagram filters te zien, heel eerlijk gezegd, die aan de muur op schermen te zien waren. Maar ten eerste is de tentoonstelling super mooi vormgegeven, dus de schermen staan mooi in de ruimte, het is echt een sfeer neergezet. En daarnaast gaat die qua inhoud ook
veel dieper dan ik verwacht had. De modegeschiedenis komt aan bod, wat mode betekent voor onze identiteit en ook wat digitale mode betekent voor de rest van de modewereld. Je ziet dat de modewereld echt wordt uitgedaagd door die nieuwe manieren van kleding maken, distribueren en dragen ook. Dus dat vond ik heel vet. En ik vond het heel mooi dat ze een ode gaven aan eigenlijk die internet community die er omheen bestaat. Dus eigenlijk de gamers en de fashion ontwerpers die samen smelten in die digitale wereld en technieken uitwisselen om verder te ontdekken wie wij zijn als mensen. En dat vond ik heel mooi gedaan door Design Museum Den Bosch. Wil je nou zelf ook deze 5 werken en alle andere werken die in de tentoonstelling te zien zijn zien? Dat kan tot 26 februari. Voor meer informatie ga je naar www.designmuseum.nl. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Het was mijn eerste video, dus je moet me een beetje steunen. En natuurlijk te abonneren. En dan zie ik jou de volgende keer. Doei!